de drie pijlers van SEO, techniek, content en autoriteit. Het effect wat een goede SEO-strategie kan hebben op je organisatie wordt wel onderschat. Hoe zorg je ervoor dat je goed gevonden wordt op Google? 5 tips van iemand die het kan weten. De CEO van SDIM, een full-service online marketingbureau uit Haarlem. Hij is hier, Pieter Borst. Pieter, van harte welkom. Dankjewel. De eerste tip die je mee hebt genomen is bepaalde juiste doelstellingen. Ja. Vertel. Nou, eigenlijk nog breder ook hè, zorg dat je je verwachtingen goed op orde hebt. Ja. SEO is een traject wat van de lange adem. En je moet wel weten van wat wil ik er eigenlijk mee bereiken. Kijk, als jouw doelstelling is ik wil morgen op 1 staan op 1 keyword, dan is dat misschien helemaal niet realistisch en ook helemaal niet haalbaar. Misschien, of is dat überhaupt niet realistisch? Nou, eigenlijk, laten we gewoon zeggen dat niet haalbaar is. Nee, dus wat je wil, is je wil duidelijk, helder voor ogen hebben van oké, ik ga SEO doen. Waarom ga ik dat doen? Nou, betere vindbaarheid, maar uiteindelijk onderaan de streep gewoon meer resultaat, meer omzet bijvoorbeeld. Ja, merkbekendheid of handel of klussen of whatever. Ja, maar merkbekendheid is alweer de andere doelstelling. Aha. Dus dan zou je bijvoorbeeld, dan ga ik alweer een paar stappen verder, maar ga je op merkbekendheid zitten, dan is de set aan keywords waarop jij gevonden wil worden, zal weer wat algemener misschien zijn dan wanneer je heel gericht omzet wil gaan realiseren. Want dan ga je juist op aankoopgerichte keywords focussen. Aha. Nou, en dat is met alles wat er nog bij komt kijken. Want hoe breed keyword palet moet je eigenlijk hanteren? Ik snap dat dit een hele simpele vraag is. Want dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf. Ja, kijk, als je een volledig keyword onderzoek, zoektermen onderzoek, hoe je het noemt, kan honderdduizenden keywords bevatten. Oh, ja. Maar het gaat om hoe ga je dat structureren. Dus je wilt opdelen in bepaalde topics. Hè, dus categorieën waarin jij diensten of producten aanbiedt. Mm-hmm. Maar ook in de fase van de customer journey. Dus of we noemen het eigenlijk meestal zoekintentie. Ja, je bedoelt, is men nog aan het oriënteren? Precies, of staat men echt vlak voor de aankoop? Ja. Dat bepaalt veel dus. Ja, nou daar eigenlijk ga je alles, dus per topic, verticaal en dan horizontaal nog ingedeeld per op zoekintentie. En dan ga je van daaruit, ga je die informatie ga je analyseren. Dus dan heb je in categorie A, op oriëntatieniveau heb je een set aan zoekwoorden. Ja. Nou, er zijn natuurlijk, heb je ook nog weer zoekwoorden die heel erg op elkaar lijken. Nou, dan heeft het geen zin om voor elk individueel zoekwoord een aparte pagina te gaan maken. Nee, dan gaat het meer om zorg dat je een goede pagina hebt die veelomvattend is over dat onderwerp. Tip 1 is een bepaalde juiste doelstelling. Is eigenlijk ook een beetje van denk even na voor je begint. Maak een plan. Ja. Waar gewoon het verschil dat is heel belangrijk. Ja. En ook omdat je het daarna gaat meten. Hè? Want je gaat. Ja, precies. En ga je dus op omzet uiteindelijk focussen. Nou, dan bepaalt dat al deels ook de aanpak die je gaat vormen. Maar dan ga je ook daar een rapportje of een dashboardje opbouwen. Waarin je bijhoudt. Waar je omzetgroei in zit. Of in ieder geval op welke set aan zoekwoorden dat dan is. En niet alleen maar, dat ene zoekwoordje ben ik nu 1 positie gestegen. Ja, dat is leuk. Ja, maar daar gaat het niet om. Nee, precies. Nee. Tweede tip, breng in kaart waar de grootste kansen liggen. Wat bedoel je daarmee? Eigenlijk is analyse is de basis van een succesvolle SEO-strategie. Dus als je begint, sta je misschien nog op nul. En vaak is dan de gedachte, dan ga ik maar mijn metadata optimaliseren. En dat is op zich goed. Alleen voor hetzelfde geld is jouw website technisch zo slecht. Wordt die niet goed geïndexeerd? Is de snelheid, de laadsnelheid niet goed? Is de opbouw van de code zelfs? Daar kan je nog van alles aan verbeteren. Nou, dan moet je daar eigenlijk eerst mee aan de slag. Of in ieder geval ook mee aan de slag. Mm. En dat weet je pas als je daarnaar hebt gekeken. Dus we zien best wel vaak dat vanuit de vraag iets komt van, moet ik daar pagina's over gaan schrijven? En dan blijkt dat de website daar zelfs op technisch niveau zodanig niet is. Dat je ook gewoon helemaal niet kunt. Ja, je kunt helemaal geen content gaan produceren of gaan uitbreiden. Ja. Dat is gewoon nog niet goed genoeg. En dan moet je misschien wel naar een ander CMS. Ja, dat zou zomaar kunnen. Geef het prio. Gebeurt dat te weinig? Is het te veel een ongeschoven kindje nog steeds?
Nou, wel een stuk minder dan voorheen. Yeah. Maar het effect wat een goede SEO-strategie kan hebben op je organisatie wordt wel onderschat. Hè, dus de... En wat bedoel je met geef het prio? Nou, dat is een beetje terugkomend ook op die doelstelling goed op orde hebben. Weten waar je moet beginnen en waar je naartoe wil werken. Ja. Dan moet je daarna ook wel aan de slag. En dan is alleen het verbeteren van een paar pagina's is niet genoeg. Het moet een vast onderdeel worden van je totale marketing. Het is gewoon continu werk eigenlijk. Ja, ja. En dan is er in het begin is er heel veel te doen. Hè. Dus je doet een technische scan. Nou, er komen wat optimalisatiewerkzaamheden uit. Je gaat je zoektermenonderzoek doen. Ja. Nou, van daaruit weet je dan welke content je moet gaan produceren. Je wil op autoriteit groeien. Dus dat zijn de drie pijlers van SEO. Techniek, content en autoriteit. En autoriteit is eigenlijk... hoeveel linkjes jij naar je website krijgt van een goede kwaliteit. Dan moet ik even dat is nog steeds een belangrijke factor? Is heel belangrijk. Daar is ooit de zoekmachine is daar ooit ook op. Zo is Google ontstaan. PageRank had je toen toch? Of hoe heette dat toen toch? Is ja, het anders? Ja, geloof het wel. Maar hele idee van de zoekmachine Google was natuurlijk dat je hoger in de resultaten zou komen, omdat andere websites naar jou doorverwezen. Ja. In relatie tot een bepaald zoekwoord. En dat geldt nog steeds. Aha. Alleen er is heel veel in getrukt en geklooid en weet ik veel wat. Mm. Dus daardoor heeft het soms als een negatieve bijklank. Maar het is nog steeds juist heel belangrijk dat jij goede kwalitatieve links van andere websites krijgt. Waarom moet je het dus prioriteit geven? Ja. Wil je echt kunnen scoren, wil je echt stappen kunnen maken, dan moet je daar dus, moet je dat binnen je organisatie, je moet binnen je budgettering dus daar ruimte voor gaan maken. Je moet het echt ook gewicht geven. En dat is zeker bij wat grotere bedrijven, moet dat ook op directieniveau duidelijk zijn van ja jongens, als we hierin vooruit willen gaan, ja. Ja, misschien moeten we dan iemand aannemen die bij onszelf de contentproductie gaat doen. Of misschien willen we dat dan ook uitbesteden, maar laten we daar dan ook echt wat voor gaan allokeren en niet doe maar een scannetje en dan hebben we het gedaan. Nou ja, je moet dus, precies, maar je moet inderdaad de profit ook goed duidelijk kunnen maken natuurlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat paid, dat wat makkelijker te verkopen is. Van hey, we gaan knallen met een campagnebudget en kijken is de rollen zoveel leads binnen. Dat is wat makkelijker als dat je zegt, ja. Hey, we zijn nu 2 jaar met SEO bezig en kijk eens naar onze rankings en kijk eens wat er uiteindelijk in de long term allemaal uitkomt. Nou ja, maar dat kun je dus pas na langere tijd. Dat precies. Is het nadeel. En waar je bij advertising zegt, morgen zet ik de campagne aan. Ja. En overmorgen bij wijze van spreken stromen de leads binnen. Ja. Is wel erg snel, maar goed. Nee, precies. En dan kun je ook veel beter op ROAS sturen. Maar dan nog, ja, dat wil niet zeggen dat er dan niet ondertussen ook nog heel veel mensen op de niet betaalde links aan het klikken zijn. En die loop je mis op het moment dat je daar niet in investeert. Nou, en voordat we naar de laatste 2 tips gaan. Ik vind het wel een goede dat je zegt over dat autoriteit opbouwen. Want ik zat net te denken van jullie als SDM, jullie doen SEO online marketing. Nou, probeer je daar maar eens een autoriteit in te zijn. Als je dat puur op een uitgekiende SEO-strategie doet, zijn er naast jullie misschien nog wel, weet ik veel, 10, 20, 30 andere bureaus die dat ook perfect kunnen. Ja. Oftewel, je onderscheiden wordt, dat is volgens mij it's a hell of a job. Dat is een concurrentiestrijd. Ja, ja. Maar als je zorgt dat je daarnaast een autoriteit wordt, veel meer, doordat je outgoing bent, content maakt voor andere platforms, dat je PR doet, blablabla. Ja. Daar kun je natuurlijk prima mee onderscheiden ten opzichte van je concurrenten. Veel meer nog dan alleen maar de technische kant van SEO. Absoluut, ja, zeker. Ja. Daarom, nogmaals, die basis moet goed zijn. Ja. Maar juist door het misschien even van het onderwerp SEO af te halen en gewoon eens te kijken naar wat heb ik allemaal? Wat heb ik in de bureaula allemaal nog liggen aan rapporten en weet ik het allemaal. Ja. En ga dat vertalen naar een digitale stukken. Ja. Weet je kunt zoveel doen. Ja. En daarmee kun je weer zoveel bereik genereren van mensen die jouw informatie interessant vinden. Nou, we hadden het net nog over video's. Ja, precies. Zelf video's produceren. Vindbaarheid op YouTube. Ja, dan kom je op mijn terrein. Vaker. Maar wat je feitelijk zegt, een volwassen contentstrategie is uitermate interessant voor SEO. Dat draagt zeker bij, ja, absoluut. Omdat je daarmee de organische groei ook realiseert in de breedste zin van het woord. En dat heeft gewoon heel veel raakvlakken met SEO. Ja. We hebben er nog 2. Ga data gedreven te werk. Ja, data rules, hè?
Ja. Jullie types houden daarvan, hè? Het is een beetje een open deur misschien. Nou ja, maar ik bedoel, ik ben er heel slecht in. Maar het is, het is wel de kern, hè, om het gewoon goed te doen. Ja, uiteindelijk wel. Want je wil, je zegt het net al met advertising. Dat is wat makkelijker te verkopen. Omdat je heel duidelijk kan aangeven. Je gooit er een euro in, je krijgt er €5 uit. Nou, dat is met SEO al een stuk lastiger. Maar juist daarom moet je dat dus ook goed doen. Dus weet waar je doelgroep op zoekt. Dus ook een technisch rapport. Weet waar je in laadsnelheid of wat dan ook kan verbeteren. Mm-hmm. Maar als je dat op orde hebt, dan kun je ook daarna gaan meten wat het resultaat daarop is. En dus als je weet op welke onderwerpen jouw doelgroep veel zoekt, dat is leuk. Dan heb je de zoekvolumes in kaart. Maar daarna moet je ook gaan kijken hoeveel concurrentie zit daar dan op. En is het dan nog wel zo interessant om daarop te gaan focussen? Of moeten we juist net op die ene groep zoektermen gaan zitten waar iets minder concurrentie op zit? Zit daar een gat in de markt? Ja. Weet je? En dat is daar is dataonderzoek geeft daar de basis in. En dataonderzoek, is dat Google Analytics? Zijn dat meerdere dashboards? Of waar moet ik dan allemaal... Ja, Google Analytics is natuurlijk meer over de breedte een goede tool om te zien wat er op je website gebeurt, waar je verkeer vandaan komt, et cetera. Maar als jij voor SEO is de meest geschikte tool om te kijken hoe je website functioneert, Search Console, dat is ook van Google. Maar je hebt nog een hele grote bak aan tools voor keywordonderzoek. Google heeft natuurlijk zelf in Google Ads kun je de zoekwoordplanner gebruiken. Maar je hebt keywordtool.io. Je hebt Screaming Frog is een goede tool om op technisch niveau echt alles uit je website te halen. Hoe heet die? Screaming Frog. Okay. Zullen linkjes in de beschrijving onder deze video zetten voor de liefhebber? Dan heb je Majestic, is weer een tool waarbij je goed het autoriteitsniveau van je website kunt meten. Dus je kunt zien hoe sterk is mijn domein en daar ook een vergelijking kunt maken met je concurrenten. Ja. SEMrush wordt nog wel veel gebruikt. Die geeft een iets algemener beeld van hoe je ten opzichte van je concurrentie staat op verschillende vlakken. Maar zo zijn er... Maar gebruik die tools dus. Zorg dat je data hebt en analyseert. In feite, als je de goede tools gebruikt, dan kan je SEO helemaal zelf doen. Alleen je moet dus wel weten wat je met die informatie, hoe je het interpreteert en hoe je vervolgens de juiste prioriteiten stelt ook. Over wat je moet gaan doen. Laten we afspreken dat we een toplijstje met tooling van jou, als jij even naar mij wil mailen, dan zetten wij het beste kijkers, dan zetten wij die onderaan in deze beschrijving. Ja. Dan hebben we al die ingewikkelde woorden die jij net allemaal zei. Staat ook op een linkje op onze website. Ja, dan geef je dat linkje aan mij door en dan zet ik die in de beschrijving. Laten we dat dan afspreken. Ja. De laatste lange termijn is korte termijn. Had ik dat nou goed opgeschreven? Lange termijn. Oh nee, lange termijn versus korte termijn. Ja, dat hebben we eigenlijk een beetje behandeld. Hè? Precies. Dat we hebben ook nog een bonustip zometeen trouwens. Ja, er zit inderdaad wat overlap in. Want het gaat erom. Dat heeft weer te maken met je eigen verwachtingen. En dus focus op dat prioriteit geven. En zorg dat je bezig bent met over een jaar. Ik ga er nu een jaar daar heel veel tijd en energie in steken. Nou, ik heb mijn doelstellingen op orde. Ik weet wat ik kan verwachten. Ik heb een analyse gemaakt waar mijn kansen liggen. Nou, nu gaan we aan de slag. En zo gaan we het doen. En een jaar is dan helemaal geen gek tijdsbestek, zeg maar. Nee, je kan een half jaar kun je natuurlijk ook al een hoop zeggen. Ja. Maar ik zou dat er gewoon altijd wel voor inruimen. En in ieder geval niet binnen 2 maanden iets heel bijzonders willen verwachten. Het gebeurt wel, het kan wel, maar die kans is gewoon zo klein. Ja. En er zijn wel methodes, nou, daar hadden we het net ook over, waarbij je kan trucken, waarbij je op kortere termijn resultaat kan realiseren. Alleen het nadeel van die methodes is dat je ook weer een penalty kan krijgen. Ik kan zeggen, je moet oppassen met trucken. Ja, en als het dan in één keer 30% van je omzet is, dan heb je best wel een probleem. Ja. En dat wil je ook niet. Wil je niet veel geen ruzie krijgen met Google? Nee, liever niet. Nee. Je had nog een bonusje. Het afbreekrisico is denk ik wel een goeie. Ja. Sommige mensen die denken natuurlijk van... ik wil dit nou eens goed aanpakken. En ik heb die oude site van mij op een mooie domeinnaam. Maar die draait al 20 jaar. Ja. En weet je wat, die gooien we zo alle weg. En dan gaan we lekker migreren en een nieuw websiteje. Niet zomaar doen, hè? Nee, is niet handig. Want? Nee. Nou ja, we worden regelmatig wel gebeld. Ook door eigenlijk pas achteraf. Dus een beetje mosterd naar de maaltijd. Ik ben net verhuisd en ik zie in één keer dat mijn verkeer terugloopt. Ja. Ja, dan inmiddels ben je al niet meer verbaasd als je dat hoort. Maar
Dat komt omdat als jij... Je hebt een website van domein A. Ja. En daar hangen... En dat, je hoeft nog niet eens van domein te veranderen. Hè. Het kan ook zijn dat jij gewoon alles achter je hoofddomein... al die pagina's allemaal anders gaat noemen. Nou, dat betekent al dat dus alle pagina's die voorheen verkeer realiseerden... en die ook autoriteit hebben opgebouwd bij Google... Ja. die staan in één keer ergens anders. Ja. Nou, als jij dat... Dat kan ik jou nu vertellen, maar je moet het ook aan een robot uitleggen. Ja. En een robot die snapt alleen als dat gewoon via allerlei redirect codes noemen ze dat dan... Ja. Heel duidelijk wordt aangegeven, dit is deze pagina, dat wordt nu deze. Maar je draagt de autoriteit over, zeg maar dan. Ja, maar dat moet je echt bewust doen. Dat moet je heel bewust doen. Ja. En dan moet je ook geen, ook weer hier weer, geen halve maatregelen. Niet, ik laat het wel even uitzoeken door mijn webbouwer. En dan die zegt dat het goed is. Nee, zorg dat je het echt gecheckt hebt. Of die het ook helemaal goed doet. Want anders dan is de kans dat je misschien wel 50%, 60%, 70% van je organische verkeer verliest, is gewoon heel groot. Ja. En je zal altijd 10% verlies is normaal. En een bepaalde periode, de eerste maanden van 30% is ook gebruikelijk. Ja, mm-hmm. Daar ontkom je nou helemaal niet aan. Dat heeft ook te maken met indexatie. Dat het algoritme moet weer opnieuw leren. Ja. Maar onderschat het gewoon niet. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Ja, precies, ga daar gewoon mee aan de slag. Ja, dus als je in wat voor vorm dan ook met een nieuwe website bezig bent, neem SEO echt vanaf scratch mee. Of een migratie is of een nieuwe, maakt niet uit. Gewoon mee. En natuurlijk, als jij nog helemaal geen organische bezoekers hebt, dan is het afbreukrisico natuurlijk ook veel kleiner. Ja. Maar ik ga even uit van de situatie dat het al een belangrijke inkomstenbron voor je is. Ja. Ja, dan neem het echt serieus. Ja. Ja. Helder. Dank voor je les, Pieter. En we zorgen dat de beschrijving onder deze video vol zit met interessante links voor de kijker die er meer over wil weten. Dankjewel. Ja. En dankjewel voor het kijken. En ik wens je, als je plannen hebt met SEO, want daarvoor kijk je waarschijnlijk, wens ik je heel veel succes daarmee. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi.